houden, zat die sprong. Kon je gewoon helemaal. Kon bijna die handen van het stuur houden. Jumps geoefend en ging eigenlijk ook helemaal super. En omdat het zo goed ging, vlak voor zonsondergang hadden we nog eventjes in ons enthousiasme nog één run geprobeerd. Gingen we er ook vrij hard overheen, harder dan normaal. Want in de Dakar kom je alles voor de eerste keer tegen en hier heb je 4-5 keer zo'n run geprobeerd. Dus ga je wat harder en harder en harder. En dat is dan meer om het extreme uit te proberen. Dat voor het geval je bijvoorbeeld 120, 130 of 140 rijdt in de Dakar. En je hebt op het laatste moment een jump niet gezien of wat dan ook. Dat je in ieder geval weet dat de auto het aan kan. Dus dat waren we aan het uitproberen het was alleen zo balen dat Emiel, hij kwam met zijn hoofd tegen die schuimrubber, met die stang met het schuimrubber bedekt. Dus hij was heel eventjes buiten westen. Nou goed, dat was even schrikken natuurlijk. Nou goed, eerst was hij eventjes een stukje geheugen kwijt. Toen kwam dat langzaam maar zeker terug en toen kwamen de grapjes alweer. Maar ja, hij wilde toch geen risico nemen, dus we hebben hem eventjes naar het ziekenhuis, is Charlie meegegaan. En ze hebben me eventjes helemaal zijn goede scan gedaan om even zeker te weten dat er niet iets gebroken is of wat dan ook. Hè? Want je denkt altijd aan het ergste. Maar gelukkig is die weer helemaal nieuw en hij had alweer een hoop opmerkingen over wat we aan de auto moesten doen. Dus hij is straks weer hier en een pleistertje op zijn hoofd en een ervaring rijker. Ja. En ik hoop niet dat hij mij mijn nek omdraait, want we kwamen iets meer links uit dan we al de sprongen daarvoor hadden gedaan.